Maar in Dijkhuizen, is dit wederom puntenverlies wat jullie jezelf volledig kunnen verwijten? Ja, vind ik wel. Als je de deel van de tweede helft ziet, moeten we dus gewoon afmaken. We hebben eigenlijk controle, geven weinig weg. Enkel kansje kregen, gaan ze nog. Als we wachten op de 3-1, we maken hem niet. En valt het via een slippertje toch bij ons, valt hij binnen helaas. De eerste helft was volgens mij ook niet al te best te hebben. Tegen het einde van de eerste helft komt er dan wat leven in door die doelpunten. Hoe keek jij daarna? Ja, de eerste helft tot 1-0 was een beetje vlak. We waren eerst kwartier wat moeite met de organisatie. Daarna stond het goed. Hier een aantal kansen, gaven niet zoveel weg. Daarna gaat de eerste beste kans maken hun 0-1. En daarna gaan we echt even gas geven. En dus echt maken we twee hele mooie goals. Maar dat zag er prima uit tot de rust. 2-1, dus dat komt de rust misschien wel iets te vroeg voor ons. Ja, naar rust heb je controle en dan is het wachten op de 3-1. Je kansen creëren, geef weinig weg. Ja, dan weet je voetbal, dan kan je hem ook tegenkrijgen. Dat element wat je aangeeft is ook wel interessant. Je zegt, door die tegentreffer gaan we echt gas geven. Hè? Dat is ook al in eerdere wedstrijden teruggekomen. Dat er een tegenslag moet zijn om die echte wil aan de dag te leggen. Is dat iets wat je bij je ploeg mist, die echte wil? Nee, zeker niet. Alleen ze hebben soms wel ietsje nodig om nog scherper te worden, zeg maar. Het zag er wel aardig uit, maar dan denken ze, we hebben controle, het hoeft niet per se, zeg maar. En dan zie je, met 0-1, ja, dan moet het. En dat is wel knap als ze het dan gelijk kunnen. Dat is wel goed om te zien. Alleen ja, om dat zelf op te leggen, inderdaad ook bij 0-0, dat is nog wel een stapje wat we soms moeten maken, vind ik, ja. Lars Veldwijk zei hier net voor de camera, ik mis bij sommige ploeggenoten die echte wil om dat plekje op de ranglijst vast te houden of misschien nog wel een plekje te stijgen. Nee, zie ik niet zo. Punt. Dat is dan het meningsverschil tussen trainer en spits, dat is duidelijk. Die derde plek is nu wel binnen met dit gelijke spel op basis van het doelsaldo. Dus wat dat betreft is dit puntenverlies ook niet heel erg schadelijk. Nee, alleen het had beslist kunnen zijn. Als wij vandaag hadden gewonnen, dan staan we 6 punten van Eindhoven. Dan is het klaar met 3 wedstrijden, beter doelsaldo. Dan zouden wij 3 keer moeten verliezen en hun 7 punten pakken. Dat gaat niet gebeuren. Dus wat dat betreft vind ik het wel heel jammer. Het was gewoon klaar geweest en dan kun je rustig het competitie uit. Ja, nu kunnen we het van het weekend ook al beslissen. Want je hebt Den Bosch tegen Eindhoven, die spelen tegen elkaar van het weekend. Dus dat kan ook zomaar beslissen naast een vrijdag. Maar je moet nog even volle bak gas geven. En Veldwijk dan in de komende dagen nog even van zijn ongelijk overtuigen? Nou ja, ik vond het wel goed om te zien in de kleedkamer hoe teleurgesteld ze waren met dit gelijkspel. Dat geeft een goed teken. En dat we elkaar dan soms dingetjes verwijten, dat vind ik alleen maar goed. Het betekent ook een last wel zijn gretigheid en zijn ambities om per se zo omhoog te eindigen. Dus ik heb daar niet zoveel moeite mee. En misschien heeft hij gelijk, maar ik zie het niet in mijn ploeg.